Dat er een lerarentekort is, is ondertussen geen groot nieuws meer. In geoscholengroep Scoop, waar ik coördinerend directeur ben, daar ondervinden wij dat alle dagen aan de lijve, maar uiteraard ook in andere scholen en scholengroepen in heel Vlaanderen. Scholen zijn zeer geëngageerd en blijven alles uit de kast halen om stand te houden. Het is niet evident om op korte termijn leerkrachten te vinden die gemotiveerd zijn, maar ook bekwaam zijn om direct voor de klas te staan. Met dit flexibel traject spelen we gericht in op wat zij instromers nodig hebben, namelijk meteen bruikbare en inzetbare tools die zij nodig hebben om op de klasvloer aan de slag te gaan. En op die manier proberen we dan potentiële kandidaten een boost te geven om de opleiding te starten. De samenwerking tussen de drie geoscholengroepen, Clever genaamd, werd opgestart om de professionalisering van al onze collega's te optimaliseren. Voor dit specifiek project heeft Clever gekozen voor een samenwerking met Erasmus Hogeschool Brussel, omdat zij ook in de Brusselse regio actief is. Hun studenten, onze toekomstige leerkrachten, zijn vaak van Brussel. Ze zien en kennen de meerwaarde van de Brusselse hoofdstedelijke context, wat voor ons dan weer een enorme troef is. We hebben bij de Erasmus Hogeschool Brussel al ervaring met het organiseren van verkorte trajecten voor studenten die werken. Alleen in deze samenwerking hebben we een opleiding kunnen creëren die tegemoet komt aan de noden van het werkveld. We ontwerpen, evalueren en sturen de opleiding samen bij. We zoeken bijvoorbeeld naar functionele opdrachten die vlot te combineren zijn met wat de student al op het werk doet. We kiezen er ook bewust voor om onze lessen buiten de schooluren te organiseren. Dus we hebben een interessante mix van online lessen, dat kan je thuis volgen, en ook campuslessen, meestal op zaterdag, waar er de ruimte is om elkaar te ontmoeten. Het is voor een zij-instromer vaak geen evidentie om een opleiding te combineren met werk en gezin. Na een intakegesprek met een trajectbegeleider wordt er een programma samengesteld, rekening houdend met de vooropleiding van de student. Uiteraard kan dat traject gedurende het jaar nog worden bijgestuurd. Zo hebben we bijvoorbeeld de examens op minder drukke periodes in het schooljaar ingepland om het voor de zij-instromer allemaal mogelijk te maken om alles te combineren. Elke zij-instromer die zich wil professionaliseren in beroep van leerkracht hebben we enorm hard nodig. Starten in een basisschool is een ontzettend spannend gebeuren. Er komt als nieuwe leerkracht enorm veel op je af. Vandaar dat we met Clever een programma onder de vorm van een bootcamp hebben opgestart voor de start van het academiejaar, waarin nieuwe zij-instromers eind augustus 3 dagen lang worden klaargestoomd voor de start van het schooljaar. We mikken met onze bootcamp op 3 doelen. Ten eerste gaat het om specifieke kennis en vaardigheden die je nodig hebt bij het ontwerpen van leeractiviteit. Ook klasmanagement krijgt daarbij een plaats. Ten tweede krijg je een inleiding in het reilen en zeilen op school. Alles wat je nodig hebt of zou moeten weten bij de start van een schooljaar komt dan aan bod. En ten derde maken we plaats of ruimte voor verbinding en community. We vinden het heel belangrijk dat studenten elkaar leren kennen, dat ze kunnen kennismaken met de docent en ook dat ze hun begeleider op school kunnen ontmoeten. Hun aanvangsbegeleider zal met hen een start maken in dat nieuwe schooljaar. Toen ik op 18-jarige leeftijd eigenlijk mijn studiekeuze maakte voor het hoger onderwijs, heb ik heel sterk getwijfeld tussen de sociale sector en het onderwijs. Op dat moment heb ik dan toch voor de sociale sector gekozen, waar ik met 17 jaar met een heel warm hart heb gewerkt. Via mijn werk bleef ik altijd in nauw contact met het onderwijs en daardoor bleef ik ook altijd wel heel geboeid. En dan in de media hoorde ik vaak van die inspanningen die voor zij-instromers werden gedaan.
En dan nam ik ook deel aan de Open Scholendag, waar ik ook eens echt een kijkje kon nemen binnen de schoolmuren. Toen ik mijn opleiding zocht, kwam ik uit op de Erasmus Hogeschool in Brussel. Voornamelijk de online lessen vond ik een heel haalbare kaart voor mijn gezin. Ik heb 2 kinderen, om het toch wel haalbaar te maken met 1 zaterdag per maand dan. Ook zeker de nauwe samenwerking die ze hebben met het werkveld, dat vond ik heel vernieuwend. En ook het feit dat zij heel sterk rekening hielden met mijn competenties die ik uit mijn vorige diploma's kon meenemen eigenlijk. Dus ik nam deel aan het bootcamp in augustus. Dat was enorm leerrijk, want daardoor startte ik met een goede bagage hier op school. Want ik ben hier gestart als co-teacher in school De Wegwijzer in Everen in het eerste leerjaar. Ik leer enorm veel op de werkvloer van mijn collega's, maar ook van de collega's van alle andere klassen, echt de schoolomgeving. Want ik merk wel dat er meer bij komt kijken dan het lesgeven alleen. Het is zeker een zoektocht, het is niet altijd gemakkelijk, maar het lesgeven blijft me echt wel boeien en ik wil er ook sterker in worden. En deze school en directie bieden mij daar enorm de kans toe. Wat onze opleiding uniek maakt, is net die samenwerking met de scholengroepen. Het is een voorbeeld van samen opleiden, waarbij leraaropleiding en werkveld samen de krachten bundelen om op de eigen werkvloer kwaliteitsvol en functioneel op te leiden. Het is echt onze ambitie om zijnstromers hun goesting voor sterk onderwijs en warm leraarschap te laten verder openbloeien.